Mobedai, Lugdunum wint met 3-0 met ja, twee vingers in de neus. Eigenlijk vandaag tegen Zevenhoven. Ja, zeker weten. Het was voor ons vandaag heel gemakkelijk. Zij zakten natuurlijk heel erg in. Dus we hadden zoveel ruimte om hun eigenlijk kapot te spelen. Dat was de bedoeling. Uiteindelijk is ja, dat niet 100% gelukt. We hebben het eigenlijk best wel behoorlijk laten verzwakken. En uiteindelijk is het 3-0 geworden. Het had een veel hogere score kunnen zijn. En, moeten zijn. Ja, moeten zijn inderdaad. Alleen hebben we dat helaas niet gedaan. Nee, maar het geeft wel aan dat je eigenlijk domineert zonder echt geweldig te spelen. Maar dat eigenlijk heel eenvoudig wint. Wel tegen de nummer laatst. Ja. Ja, en dan vandaag weer dat de concurrentie punten laat liggen. In een zetel naar het kampioenschap. Ja, dat is voor ons gewoon echt uitstekend dat zij punten laten liggen. En daar zijn we heel erg blij mee. Het is echt ongelooflijk. Het lijkt opeens na de winterstop dat al onze concurrenten gewoon punten verliezen. En al spelen wij na de winterstop niet optimaal en niet best. Maar toch, zonder beste spelen komen we er ook. En dat is vandaag ook gebeurd. En laten we hopen dat we die lijn weer door kunnen trekken. En dat die kampioenschap dichterbij komt. Het is kort na de wedstrijd. Ik neem aan dat je nog niet uitgerekend hebt hoe of wat voor welke wedstrijd dan wordt. Wanneer je kampioen wordt. Maar het zou heel leuk zijn tegen LSVV wellicht. Ja, zeker. Dat zou echt heel mooi zijn. Hier thuis tegen LSVV. Ja, het zou prachtig zijn als we het hier kunnen afmaken. Ik heb het zelf inderdaad nog niet uitgerekend. Dus ik moet even kijken zometeen. En dan gaan we even kijken hoe en wat. Maar voor ons is het gewoon de taak elke week winnen. En dan komen we er wel. Of het nou tegen LSVV is of tegen... BSC uit of thuis, dat maakt me allemaal niet uit. Maar dat het nog fout gaat, daar houdt niemand rekening mee. Want je wordt eigenlijk bijna slapende kampioen. Ja, klopt. We hebben zoveel kwaliteit. Of het nog fout gaat, nee, daar houdt niemand zich bezig mee. Het gaat ons sowieso lukken. Daar zijn we allemaal 100% overtuigd van. Het is alleen een kwestie van tijd. En daar wachten we op. Even naar jou zelf. Onder andere speelt natuurlijk bij UVS en VVSB. Nu bij Lugdunum. Weet je al wat je volgend seizoen gaat doen? Nee, nog niet. Ik heb nog niet het besluit gemaakt. Ik ben hier natuurlijk met wat vrienden gekomen, Jogi Zeebrechts. En ik ken de technische staf Henk en een ander Henk. Ik ben er zelf nog niet uit. Ik ga kijken. Ik zou graag ook hier willen blijven. Maar misschien het nog. Ik heb nog tijd zat. Maar lopen er contacten? Nee, op dit moment niet. Nee. Dan is vrijwel zeker Lugdunum een tweede klasse. Dat zou wel een hele interessante klasse zijn met diverse regioclubs natuurlijk. Ja, klopt. Ik ook mijn oude bekende tegen, waar ik altijd heb gespeeld bij UVS natuurlijk. Dus dat zal zeker leuk zijn. Veel derbies. Het is prachtig om in de tweede klas te komen met deze club. En we zijn er zeker klaar voor. En we wachten erop. Laatste dingetje. Er was wat onenigheid onderling, begreep ik in de eerste helft. Dus over gesproken na afloop van de wedstrijd. Is dat een storm in een glas water? Of zeg je van jongens, waar zijn we mee bezig? Nee, zulke dingen gebeuren gewoon. En dat hoort bij voetbal. En dit is niet eenmalig. Het is wel vaker gebeurd. Maar we kijken er niet naar. Zand erover en doorgaan. En je ziet dat we staan nog steeds bovenaan. Dus het heeft geen effect op onze resultaten. Totaal niet. Dus sowieso een hele plezierige avond. Weer een klein feestje bouwen. Ja, zeker. We gaan een drankje doen in de kantine en we maken feest van. Oké. Komt goed. Veel plezier. Bedankt. Super. Dankjewel. U ook. De concert.